Nou, we staan hier bij Sportpark VV De Willys. Staat vandaag op programma de laatste derby voor de aankomende fusie tussen St. Hubert en Wilberdoord. Vandaag op programma De Willys 1 tegen St. Hubert 1. Heel benieuwd wat deze laatste derby allemaal teweeg gaat brengen met spectaculaire shows. Hopelijk mooi voetbal en een geweldig feest achteraf. Nou, ik sta hier met de aanvoerders van een van de St. Hubert, Roy, en van de Willys, Nick. Heren, de laatste derby van het seizoen voor de fusie. Wat verwachten jullie ervan? Ik denk een fysieke, mooie voetbalwedstrijd. Ik denk voetballend wordt het wat minder. Ik denk meer de strijd. En wij nemen de 3 punten mee. Okay. Ja, ik denk eigenlijk hetzelfde. Veel strijd en passie. Het voetbal zal denk ik wel een beetje tegenvallen. Ja, dan zal wel, we staan niet van niks alweer onderin, maar het vooral de mentaliteit. Hoe ga je de wedstrijd in? En als dat bij ons goed is, dan blijft het puntje mooi hier. En wat verwachten jullie daarna? Een groot feestje van maken, denk ik, met z'n allen? Ja, ik denk dat je naar de fusie toe met z'n allen gewoon samen in de kantine moet blijven zitten. Een mooi feestje bouwen. Deden hun bij St. Hubert ook. Dus wij blijven het team ook hier. Okay. Ja, op het veld dan zijn we even geen vrienden, maar na de wedstrijd. Na de wedstrijd dan pakken ze al een pilsje en kijk wie er gelukkig is. Maar wij gaan van het goede uit, dus het komt helemaal goed. Okay. Kleine voorspelling voor uit in de slag? 1-3. 1-3? Ah, dan doen we 3-1, hè. Oké, heren, succes ermee. Yeah.
Ja, kom op. Oké, de wedstrijd de Willys en Tubert, de laatste derby van altijd, is eigenlijk juist gespeeld. Uitslag 0-2 voor Sint Tubert. Heren, jullie eerste reactie? Ja, ik denk dat het dicht verdiend is. Vooral op basis van de eerste helft. Je kwam de Willys echt helemaal niet in zijn spel. En daarna de tweede helft gewoon rustig uitvoetballen. Een paar kantjes, een paar hachelijke momentjes. Maar als je zelf dan nog een paar keer scoort, dan is het helemaal bekeken. Maar de tweede helft, die zullen we maar snel vergeten. Nick, aanvoerder van de Willys. Ja, we hebben gewoon niet gebracht waar er in een derby gevraagd wordt. En dat zie je ook wel in het resultaat. De eerste helft was ik wel een beetje afgebluft. De tweede helft probeert nog werklust, maar het is onder het niveau waar wij de laatste week eigenlijk een beetje hebben laten zien. Maar goed, er staan nog 3 punten voor op Stuart, dan hou het maar op. Stuart had zijn doelstelling bereikt, 6 punten, en wij proberen nog iets meer te houden. Dus dan hou het maar op. Snel vergeten en pils gevakken. Inderdaad, zeker heel belangrijk. Wat was het strijdplan van de Willys? Ja, vol druk zetten en meteen de power erin, de duels winnen. Maar allebei de opdrachten werden een beetje, dat bleef achter. En vervolgens sta je 2-0 achter en dan loop je eigenlijk de hele wedstrijd achter feit aan. En van Stuart? Het strijdplan. Ja, lekker voetballen. Ja, wij weten dat we kunnen voetballen. Alleen het komt er niet altijd uit. Alleen vooral de eerste helft wel. Als wij als team gewoon lekker blijven voetballen, dan kunnen wij ook bijna van iedereen winnen. Ja. Maar als je het aflegt, als je die strijdlust niet brengt, dan kunnen we ook van iedereen verliezen. Net zoals laatst tegen Ruwaard. Ja. Als je denkt dat het te makkelijk is, dan gaat het echt helemaal mis. Maar nou ook, iedereen is scherp, fit, weet je al. Dan loopt het als trein. En dan valt het gelukkig 2 keer goed. Maar ja, je ziet ook wel dat we moeite hebben met scoren. Want als je de eerste helft 5-0 of 5-1 dan vooruit dan. Dan is er niks van te zeggen. Nee, absoluut waar. Hele bijzondere wedstrijd natuurlijk. Laatste keer als tegenstanders. Volgend jaar als teamgenoten. Hoe bijzonder is het om zo'n wedstrijd te voetballen? Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het echt heel leuk als je kijkt hoe gewoon die jonge jongens. Dat die er echt naar uitkijken om gewoon samen te gaan voetballen. En nou heb je altijd moeite, wij deden jou wel iets minder om gewoon 11 fitte mensen op te stellen. En dan volgend jaar kun je gewoon echt die jongens, die hebben van jongens waren al allemaal samen voetbald. En dan word je senior en dan zeg je, jij moet daar voetballen en jij moet daar voetballen. Ja, weet je, ik denk dat je gewoon wel echt 2 prachtige verenigingen bij elkaar brengt. En dat het misschien ook wel wat meer voetbal uit te halen is dan. Ja, ik heb er ook in ieder geval zin in. Ja, zoals je ziet vandaag, het verband is niet altijd even goed, maar als je elkaar als sterke punten kunt gebruiken en er zit voetbal in en ik hoop dat er volgend jaar een beetje uit gaat komen. En, we mogen elkaar, we zijn eigenlijk goede vrienden. Eigenlijk zo. Deze wedstrijd mag je net vandaag mag gewoon een beetje erop klappen en dan mag een beetje frustrerend, tegen elkaar strijden. En volgend jaar gaan we het samen doen en hopelijk kunnen we een beetje omhoog kijken. Zeker gezien de laatste seizoenen. Dus de Willys is deze wedstrijd snel vergeten. Ze natuurlijk erop of verder voor beduren natuurlijk. En nou lekker afsluiten met een groot feest, neem ik aan. Ja, Wils smaakt die misschien nog iets beter. dat komt helemaal goed. Ja, zeker weten. Maar Pilske smaakt altijd goed, ja. Even een paar pakken en dan zijn we wel. En dan vergeten we het heel snel. Ja. Okay. Heren, dankjewel. Douchen en veel succes verder. Ja, dank je.